gaan vandaag aan de fronton van de spiegel beginnen. Ik heb een paar machines die al klaarstaan voor het uit te zagen. Dus als er hulp nodig is, roep mij maar eventjes. Ja, drie en een kleinere. Ja. Als ik ergens in een kerk kwam of in een kasteel of zo, dan was ik zo gefascineerd door hetgeen dat daar te zien was. En dat heeft me eigenlijk latijn doen besluiten om eraan te beginnen. Het is het vakwerk vooral dat daarin zit. De wijze waarop dat men uiteindelijk vanuit een massief stuk hout komt naar een verfijning. Kijk even naar de bloemen op de spiegel dat de leraar gemaakt heeft. Ja, dat is zo mooi vormgegeven. Dat ontroert. Dat is bijna alsof dat ik naar een echte bloem kijk, waar ik ook door ontroerd kan zijn. Maar als ik zie hoe dat vormgegeven is, dat doet mij iets. Dat beweegt mij van binnen. Dat spreekt mij aan. Ja. Ik restaureer regelmatig meubels en dan kan je dit soort technieken natuurlijk heel erg goed gebruiken. Dit is zo specifiek, dit is echt hele precieze houtsnijwerk. Zo'n opleiding is er niet in Nederland. Dus daarom rij ik iedere week naar Tongeren toe. Op vrijdagavond vertrek ik uit Rotterdam en dan rij ik naar Maastricht. Op zaterdagochtend van Maastricht naar Tongeren. En dan heb ik daar de hele dag les. En dan zondag weer terug. Nou, ik denk dat ik wel tegen de 500 kilometer rij in totaal, heen en weer. Dus het is af en toe wel zwaar om iedere week die tocht te ondernemen. Maar ja, het is heel waardevol. Hier zullen we ook nog een kleine handje aan snijden. Ja? Nee. En dan gaan we dit stukje nog weg. Ik specialiseer mij vooral in het restaureren van muziekinstrumenten. Maar het gebeurt ook wel dat ik dikwijls nieuwbouw doe. Aan de schroevenkast van de viool, dus waar de stempinnen aan staan, die is dikwijls versierd. En dan merk je dat je ja, die techniek die ik op school geleerd heb, als echt vioolbouw zelf, dat je voor dat fijn sculpturen toch nog meer ervaring nodig hebt of oefening. Ja, dus Daan, je moet daar een beetje mee opletten. Hè. Dus met die schuine kant, heb je dat met een vrij platte nummer 2,5 of nummer 3? Origineel speel ik helemaal geen viool of zo. Mijn vader heeft ooit voor mijn zus, omdat zij viool speelde, een viool gebouwd. En dat heeft mij gefascineerd. De meesters die ooit begonnen zijn met de violen te bouwen, dat zijn echt kunstobjecten. Als je die in je handen kan hebben, ja, dat doet iets met je. Je hebt dat goed gedaan, Daan.